Vorige keer had je een vlog van dominee Marije zien, maar door familieomstandigheden lukt het haar nog net om een vlog te maken. Daarom heb ik samen met de kindernevendienst een vlog van je maken. Volle plezier! Op snijden 28 maart is het Palm Priëske. Op die dag vieren we dat Jezus inhuldigd wordt in Jeruzalem. Daarom kun je hem op snijden 27 maart deze mooie stokken ophellen die je versieren kunnen. Er zit een uitleg bij hoe je de stokken versieren moet. Je kunt het spul ophellen tussen jelve vrouwen en jelve zoizen. 27 maart kun je dan dus de palmpaasstokken ophellen in Tsjerkewaai. En dan kun je ook nog een lege steen van ons mee krijgen. En die steen kun je dan krijgen door de Happy Stones mooi versieren met een peerske versiering. En die moet dan voor 12 april bij Annette Bontekom op een ring met 53 inlevering. En misschien zul je hem dan eerst op peerske dag weer in een vlag voorbij komen. Waar weet. Dus, 27 maart. Kom dan naar het kerken en dan krijg je hem al het moois mee.